Ik heb gisteren iets heel interessants geleerd. Tijdens een wandeling met Bas heb ik een praatje geslagen met de boer van hier wat verder, een wat oudere boer die ik niet zo goed ken, maar gisteren toch een goed gesprek mee had. En hij wist mij te vertellen dat mijn huis vroeger eigendom was van zijn grootmoeder. En tijdens de Eerste Wereldoorlog zou ze hier, in dit huis, onderdak hebben gegeven aan pelgrims die door het gebied trokken. Wat hij me ook wist te vertellen is dat mijn huis en het huis hier schuin tegenover, een heel leuk oud vervallen huisje, deze twee huizen zouden de eerste twee huizen van Chitry zijn geweest. Le pied du village, het begin van het dorp, zo noemde hij dat. En de mensen aan wie ik het huis heb gekocht, die wisten mij te vertellen dat toen ze nieuwe ramen in het huis stopten, ze krantenpapier vonden in de muren en die kranten dateerden van voor de Franse Revolutie. Dit is een huis met een fantastische geschiedenis. Ik vind het geweldig. Rick, het is nu les 3. Is het les 3 al? Ja, wat vind je van mijn talenten? Ik vind dat jij best wel talent hebt. Dat je snel dingen oppakt. Ja. En dat je ook nog naar me luistert. Ik doe het alsof. Nee, want dat zie ik. Oké. Ik zie dat je naar me luistert. Oké. Doe het volgende week nog eens? Ja, denk ik wel. Goed. De zon schijnt, maar nog belangrijker, het is vandaag Valentijn. Dus ik dacht, ik ga niet bij de pakken blijven zitten. Ik heb mezelf een date geregeld met een meisje uit de Morvan. Maandagochtend, werkendag, maar ik sta op een heel bijzondere plaats om te werken. Ik ga vandaag de podcast, de audiowandeling opnemen, waar ik sinds vorige week al mee bezig ben. En ik ben nu in mijn slaapkamer. Dit is mijn bed en ik zal hier werken. En ik zal uitleggen waarom. Ten eerste, dit is een kleine ruimte. En de akoestiek is hier beter dan in mijn woonkamer waar mijn bureau staat. Maar dat is niet de grootste reden. Het probleem die ik daar heb in mijn woonkamer, is dat mijn kachel daar staat. En mijn kachel, die maakt al wel lawaai, die tikt zo constant. Die maakt zo dat constante tikkende geluid en dat hoor je in de microfoon en dat mag echt wel niet op die podcast staan. Dus ik heb me gewoon hier bij mijn kleerkast geïnstalleerd met mijn microfoon en mijn laptop en ik ga hier de tekst inlezen.
À la guerre comme à la guerre. En nu vliegen er straaljagers over. Een beetje studio nabouwen, hè. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en het front eind oktober 1914 stilviel op een boogscheut van dat kleine dorpje. En nu terug naar mijn bureau. Nu gaan we wat opgenomen is monteren. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Even een frisse neus halen. Het is ondertussen al woensdag, bijna woensdagmiddag. Ik heb de voorbije 36 uur niets gefilmd. Simpelweg omdat ik gewoon de voorbije 36 uur achter mijn computer heb gezeten. Ik ben volop bezig met de montage van die audio-wandeling. Ik had gehoopt dat die gisteravond al klaar zou zijn. Dat is niet het geval. Ik steek er veel meer werk in dan ik had verwacht. Maar ik vind het ook ontzettend leuk werk om te doen. Ik hoop echt wel dat ik in de loop van deze dag dat kan afwerken. En ondertussen is de winter ook een beetje verdreven uit het land. Gisteren scheen de zon. Als we hier even naar de struiken gaan kijken in mijn tuin, dan zie je dat de blaadjes al volop aan het ontluiken zijn. Hier en daar in de tuin zijn ook al bloemen aan het openspringen of anderen die zijn zich echt door de grond aan het boren. De lente zit in de grond. En dit weekend en volgende week voorspelt men 19 graden. 19 graden, dat wordt fantastisch. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Ik heb weer een paar uur achter mijn laptop gezeten, wat gemonteerd en mijn hoofd. Het is vol. Het is wel heel erg mistig. Ik moet me concentreren op alles wat ik in die podcast wil krijgen. Ik denk dat ik klaar ben, maar nu is het wel heel belangrijk om even naar buiten te gaan en frisse lucht tot mij te nemen. En te bewegen. En straks nog eens finaal luisterbeurt. En dan ga ik die eerste versie opsturen naar de opdrachtgever. Dat is het plan. Oh. Kijk eens hier. Klein stukje fossiel. Ik heb mijn lus eens veranderd. Een lusje gedaan die ik kan er niet zo vaak doe. Al hardlopend wel, maar niet gewoon al wandelend. Dan passeer ik langs deze schuur hier. En als ik kijk in dit gat, daar staat een hele oude auto. Speciaal. Van hieruit heb ik eigenlijk een heel mooi zicht op Chitry. Dus we zien hier Mont Sabot, Mont Bion. En dit is dan het dorp Chitry. En dat huisje net boven mijn vinger, met die twee bleke schoorstenen, dat is mijn huis. En dan zie je er net voor, dat is mijn schuur. En dan de buren uit Parijs. Die hebben daar een zwembad. En dan de rest en al die andere huisjes waarvan er heel veel leeg staan. Ik zit hier goed, hè?
Vriendjes en vriendinnetjes, het is ondertussen donderdagmiddag. Ik ga zo meteen deze video monteren, online zwieren, zodat jullie hem vanavond met z'n allen massaal kunnen bekijken. De podcast die is af. Ik heb het doorgestuurd naar de opdrachtgever. Het is nu eventjes bang afwachten op hun reactie. Hopelijk vinden ze het goed. Maar voor ik deze video afsluit, wil ik nog heel kort met jullie iets bespreken. Misschien iets meedelen. Het is zo dat tijdens mijn laatste online lezing, WO1 in stereo, heel op het einde had ik het over het verdrag van Versailles en hoe dat een invloed had op onze wereld vandaag en vooral de problemen die we kennen rond terrorisme. Daar zijn heel veel reacties op gekomen en heel veel mensen vroegen, oh, kun je daar geen presentatie rond maken? Ik zou dat kunnen doen. Ik heb ooit eens een lezing gemaakt, een presentatie rond het verdrag van Versailles, die duurde bijna 2 uur. Dus ik moet die sowieso wat inkorten als ik die online wil gaan zetten. Maar ik was erover aan het nadenken en eigenlijk als jullie willen begrijpen wat er na de oorlog, na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd, en met dat verdrag van Versailles is gebeurd, moet jullie eigenlijk eerst en vooral begrijpen hoe, maar vooral waarom de Eerste Wereldoorlog is begonnen, en dan ook wat er in die oorlog is gebeurd. Pas als jullie dat allemaal weten, als jullie dat begrijpen, kunnen jullie te volle begrijpen wat het verdrag van Versailles heeft betekend en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarom heb ik besloten om mijn volgende online lezing, die zal binnen een week of 2-3 online komen, ik zal die volgende week opnemen, dat ik die niet meteen over het verdrag van Versailles zal laten gaan, maar ik zal een lezing opnemen over het waarom van de Eerste Wereldoorlog. Waarom is de Eerste Wereldoorlog begonnen? Daarna maak ik een lezing over het verloop van de Eerste Wereldoorlog, de highlights daarvan, dat jullie dat allemaal goed begrijpen. En dan pas zal ik overgaan naar het einde, het slot, en het verdrag van Versailles. Hoe dat zijn invloed heeft gehad op de rest van de 20e en zelfs nog hier 21e eeuw. Dus voor de komende paar weken hebben we nog genoeg voer voor online lezingen. Laat maar weten wat jullie daarvan denken. Als je echt niet ziet zitten, laat het dan weten hieronder in de comments. Dan moet ik daar mijn moeite, mijn energie niet in steken. Vind je het een goed idee, laat het ook weten. Dan weet ik dat ik op het goede pad ben en doe ik daar rustig mee verder. Dankjewel om deze video uit te kijken. Ik ben er normaal gezien volgende week terug met een nieuwe wekelijkse vlog. Graag tot dan. Dankjewel.